kijken. En dan dacht ik even wat te zien. Nou, altijd wel iets met figuren, mensen erin. Dat boeit me. En dan natuurlijk in een bepaalde constellatie, zodat ik eigenlijk een beetje mijn eigen gegevens kwijt kan. Hè? Eenzaamheid, vervreemding, dat soort beelden. Die kun je soms heel goed vinden in een foto. En dit zijn wel gruwelijke beelden, maar goed, dat is. Ik hou vaak wel van. Of liever gezegd, heel veel van gruwelijke beelden. Je zag hier veel bewoners natuurlijk lopen. En dat waren allemaal wat vreemde manieren van lopen en dat was altijd wel interessant om te zien. Ja. Meestal in een groepje en die werden dan geleid door iemand. Vaak kon je niet eens onderscheiden wie de echte waren en wie de leider was. Maar dat was altijd voor mij heel inspirerend om te zien. Ja. Het zijn natuurlijk toch vaak behoorlijk eenzame mensen en ze hebben allemaal natuurlijk al heel wat aan leven achter de rug. En dat zijn dingen die mij toch altijd wel in hoge mate boeien in de mens. Ze hebben waarschijnlijk betere medicijnen nu, want ze lopen nu toch anders. Niet meer dat hele typische zwalkende wat ze vroeger veel meer hadden. Het is nu, zijn ze veel stijver, ze lopen echt. Net of ze behoorlijk vol onder de medicijnen zitten. Ja. Die echte goede gekken die zijn er niet meer. Nee. Kijk, dat is heel fascinerend. Die Inca's die begroeven de mensen of zetten ze eigenlijk in ruimtes neer. En dan verdroogden ze als mummie eigenlijk helemaal. Maar de uitdrukkingen en de vormen van zo'n lichaam zijn zeer expressief. Nou ja, deze wil ik wel uithouden. En ook veel vlees. Beesten die daar hangen. Heel fascinerend. Dit vind ik erg mooi. Kind wat wellicht waarschijnlijk een vader of een moeder die erbij gebogen zit. Als je zoiets als thema neemt en je zet het op en zo, dan moet er toch op de een of andere manier iets ontstaan wat meer is als die foto eigenlijk ook. Dus, sommige foto's lokken dat uit gewoon. Daar kun je dus zonder meer, weet je al onmiddellijk, daar kan ik mee verder. Het is toch een vreselijk plaatje? Ja, het is wel een vreselijk plaatje, ja. Maar goed, zo schilder ik nou eenmaal. Ze zeggen wel eens vreselijke dingen. Maar ja, de realiteit is altijd nog vreselijker. Dus, nou, dat is een redelijk grote vangst. Soms heb ik er maar één in de week. Over de leegte die bestaat in alle dingen, die voorafgaat aan alles wat vanzelf ontstaat en in het gemaakte sporen achterlaat. Over die leegte die in ogen binnensluipt, langs wanden kruipt en dan zich ophoopt onderhuids. Over die leegte, ongelogen, gaat zijn werk. Hij tekent met stift de lettertekens van het gemis. Haast kent hij niet. Tijdloos is het schrift dat leegte vastlegt in witte figuren die zweven door de ruimte als verdwaasd. Gevangen in een ogenblik dat lang zal duren. Thank you.
kan zomaar ineens ontstaan. Net zoals ik denk dat een dichter ineens een bepaalde regel in zijn hoofd krijgt en die dan ook direct noteert. Zo heb ik datzelfde gevoel, geloof ik, ook met dat er iets moet gebeuren, ja. En dat en ik heb nou eenmaal een kwast en verf, dus. Dat het daarmee moet gebeuren. Ik weet het anders ook niet. Die dingen die overdenk ik eigenlijk niet zo. Het gebeurt half bewust, half onbewust. Maar het is wel een drang die op een gegeven moment me aanzet om natuurlijk zo'n doek te spannen en dan ook echt aan de gang te gaan. Ja, kijk. Ik moet schilderen, dus, en het moet er op deze manier op. Dus dit is eigenlijk mijn verhaal, hè, dat ik het op deze manier zeg. Dus in die zin is het natuurlijk onontkoombaar. Ja. Hij werkt altijd. Dus ook valt het me op als we bijvoorbeeld weggaan, dan moet hij toch van tevoren nog weer even... weer in het atelier. En dat denk ik wel. Jamie, nee, hou eens op. Is er nou niets anders? Hè? Ik zit wel eens te mopperen van... bestaat er nou helemaal niets anders dan alleen maar dat schilderen? Nou ja, zo lijkt het wel. Dat is waar. Dat gevangen zijn in. Ook altijd met afgeschermde taferelen. Beelden van in gevangen zijn in een ton of in een... Daar hebben wij menig gesprek over en dan heb ik daar ook wel kritiek op. Niet vaak, want ik kom soms tijden niet in zijn atelier. Ik heb tijden dat ik dat ook helemaal niet wil zien. Dat ik het mijn eigen gedoe heb, kan maar zeggen. Ja. Nou, ik vind het wel een mooie bezigheid. En dat houd je eigenlijk al... Nou, dat is een soort beginstadium. Hè. Dan gaat het beginnen. Hè. Dus dat is aan de ene kant uitnodigend. Tenminste, omdat je natuurlijk graag er wat op wil hebben. Maar aan de andere kant ook... schrik je terug. Het is namelijk de eerste streek die je doet. En daarop volgende natuurlijk. Dat heeft consequenties. Je komt er niet meer af. Als je eenmaal begint, dan... dan moet het wat worden. Of het op een gegeven moment zo ver komen dat het niets wordt. Of dat je toch beleeft, dit moet weg. En dan haal je het ook radicaal weg natuurlijk. Maar anders dan is dat het begin van een heleboel. Soms behoorlijk ellende. En soms ook, natuurlijk, op een gegeven moment moet het fijn worden. Hè, dat je echt tot iets komt wat je herkent. Wat je zint. Maar een zekere angst daarvoor heb je altijd wel, ja. Ja. Thank you.
Zijn vrouw heeft Minerva gedaan, de Academie voor Beeldende Kunst. Dus ze weet van de hoed en de rand. Ze weet het in de begrippelijke kant dat Alfred... Ja, wat las ik van de week nou nog? Die had zo'n artiestenvrouw die zei... Ja, ik moet er nog altijd aan wennen als mijn man zo zit op de stoel... en er zit wat uit het raam te kijken. Dat is over een schrijver, geloof ik. Ja, dan zegt hij, ik ben aan het werk. Nou, dan moet ik altijd nog gaan wennen. Nou, bij Gini is dat niet het geval. Die weet, als die man zit te keutelen, dan is hij ergens mee bezig. Dus net als Voerman vroeger de schilder in had hem. En dan zei de vrouw van Voerman tegen die kinderen... jongens, hou je maar stil, want pa zit te broeden op een wolk. Nou, en dat was zo'n IJsselmeer. Nee, zo'n IJsselschilder, hè. Dus... ik denk dat meer dan normaal Gini de echo is voor wat Alfred wil. We moeten er eigenlijk eens even op uit, hè? Je bent er aardig uitgeraakt, heb ik het idee. Ja, ik ben weer aan de gang. Maar ik kom wel weer, als je maar weer bezig bent. Je maakt het jezelf, denk ik, ook wel moeilijk door zo weinig op het doek te zetten. Zo sumier dat even aan te geven. Ja. En daar heb je weinig al vast aan, ook aan het gebeuren wat er op het doek staat. Het moet eigenlijk nog helemaal uit de verf komen wat jij wil zeggen. Ja. Maar goed, dat is... En ik kan me voorstellen als je bepaalde duidelijke lijnen hebt of kleurtegenstellingen... Want dat heb je ook te weinig. Volgens mij moet je veel meer van naar licht-donker, die toonwaarden meer op letten. Dat je daar verschil in brengt, want dat maakt het interessanter. Ja, maar goh, zover ben ik allemaal nog niet. Dat komt nog wel. Dat ik is snap ook dat ook je dat allemaal niet horen wil, maar dat ontwikkelen. Dat constateer ik zelf. Op die manier werkt het nu helemaal. Dus dat is niet direct het punt. Het is je moet eigenlijk in die zin alles loslaten en er helemaal vrij tegenover staan. Ja, dat is de enige voorwaarde waardoor iets kan ontstaan en waardoor je ook... verbinding hebt met wat je wil zeggen. En dat is zo. Anders ontstaat dat niet. Helemaal waar, maar ja. Het is te veel, de ratio gaat te veel een rol spelen, denk ik. Dat lukt je niet altijd, natuurlijk. Nee, nou ja, goed, je kan het ook niet zonder ratio. Dat is zeker. Nee. Maar, ja. Dus, om de daad bij het woord te voegen. Ik ga aan de gang. Trek je nou wat af van wat Gini zegt? Ja, hangt er vanaf, soms wel, ja. Als ze het bij het goede eind heeft, tenminste dat ik het ook zie, dat kan. Het kan zelfs zo zijn dat ik het al lang gezien heb, maar dat ik op de een of andere manier het niet wil veranderen. Ja, waarom? Weet ik eigenlijk niet. Maar omdat ik misschien te lui ben daarvoor of zo. Maar op een gegeven moment gebeurt het toch, moet het toch. En dan kan zij wel eens het doorslag geven dat het veel sneller gebeurt. Omdat ik het dan, nou ja, als zij het ziet, dan ik zie het ook. Dus dan is het zonder meer goed. Dus dat is dan vaak wel een voordeel. Dat je, waar je soms nog behoorlijk lang tegenaan hikt, dat het dan ineens onderkend wordt door een ander. En dat je dan toch veel sneller besluit om de zaak te veranderen. Dat was in 1968
toen hij naar Drenthe kwam. En dat was al een beetje aangekondigd, want ik zat in een jeugdgroep met een plaatselijke predikant. Die kondigde al aan dat er een jongen uit Hilversum zou komen. En dat was een beetje geheimzinnig allemaal. Want ja, met problemen, maar wat het nou precies was, wisten we niet. Dat werd ook niet gezegd. En hij had er, de dominee had ervoor gezorgd dat hij daar een onderkomen kreeg bij een boer in een schuur. En dat boeide me eigenlijk allemaal wel. Maar toen het dan Alfred hier kwam, was het heel warm. Een hele warme zomer. En hij was bepakt en bezakt met zware koffers, kwam hij aan. En dat was eigenlijk gelijk al heel indrukwekkend. Een hele beetje merkwaardige verschijning. Grote baard. En, ja, bijna Rasputin-achtig. Daar vergeleek ik hem wel eens mee, ja. Ja. Ik ben hier ook niet voor niets eigenlijk naartoe gegaan, want dat was een herkenning, hè. Ik kwam uit Hilversum en ik woonde helemaal aan de Loosdrechtse kant. En daar had je een stuk gebied tussen Hilversum en Loosdrecht in. Dat waren de kerkenlanden. En daar kwam onze tuin eigenlijk op uit. We liepen zo de hei op. Achter die hei was dat waren dan de kerkenlanden. Dat was een gebiedje met korenveldjes en graslandjes. Omzoomd met geboomte, dus omwalt er, zou ik maar zeggen, die landerijen. En dat vond ik hier in Anlo ook terug, dus toen ik hier kwam. En dat alleen in een veel mooiere staat en ja, veel groter ook nog. En dat is een soort coulisselandschap. En dat heeft me altijd bijzonder aangetrokken. Omdat je dan door die coulissen weer andere, je ziet allemaal partijen achter elkaar. Hè? Dus dat is heel tekenachtig. En ja, ik hou van die dieptes ook. Dus toen ik hier kwam en ik dat herkende, toen heb ik hier veel getekend. Maar dat was dus echt voor het landschap in eerste instantie. Vooral eenzaamheid natuurlijk. Dat zit natuurlijk erg in de natuur. En dat heeft mij ook altijd wel erg getrokken in het Drentse land. Maar vooral in het najaar, ja, als het wat donker wordt en met regen en donkere buien en zo. En vooral met kraaien dan op het veld en zo. Dat heeft iets heel dramatisch. Hè? En, dat heeft me eigenlijk altijd wel aangetrokken. Nou, hier hebben we een heel oud schilderij van hem, uit de jaren 70. En die zijn eigenlijk heel kleurloos. En dan zie je ook meteen dat je eigenlijk geen kleur nodig hebt. Want de ruimte en de modelleer van die dingen, dat kan net zo goed in soorten grijs-groen en zo. Dus dan die kalkovens. En ik vind het een van zijn monumentaalste schilderijen is dat, ik vind. Beweegt bij Hafkenscheid beweegt niks. En dus hier staan zelfs geen mensen op. Maar als de mensen opstaan, staan ze meestal ook stil. En dus dat, de stilte is het eigenlijk die dus het meest overtuigende van zijn hele oeuvre is. En dat kan je ook aan zo'n schilderij zien. Deze is al van een jaar of 10 later, maar je ziet daar toch nog hetzelfde beeld op. Het is
Hier een heel uitgestrekt landschap. Ruimte kan hij ook uitstekend suggereren. Typerend is voor hem dat hij ook geen bomen met loof doet. Want loof, daar zitten takjes aan en dat beweegt en dat friemelt en zo. En daar kan hij niet mee overweg. En dat is ook, ik denk, ik heb hem dat nooit gevraagd. Maar ik denk dat dat ook komt doordat hij dus dan de stilte verstoord wordt, als het ware. Dit doet erg denken aan mijn eigen vroege werk. En ik kan hier helemaal inkomen dat je dus gewoon de boel stil maakt, zodat het rotsvast is. En ook daarmee krijgt het ook weer zo'n definitieve uitspraak van het is wat het is en het zal nooit meer veranderen. Hier hebben we dat mooie zelfportret van Alfred. Het werk is recentelijk ook op zijn monografie als koffer afgebeeld. Ik vind het een fantastisch schilderij, omdat het laat Alfred zien zoals hij is. Een beetje, ja, die typische ogen, die persoonlijkheid van hem. Maar wat dan aardig is, als je het schilderij gaat bekijken, dan zie je hier op de achtergrond iets van een schedel, hè, en een menselijk gebeente, geraamte. Hè, dus hij speelt hier ook met de dood. En dat zegt iets over zijn karakter, hè? Want dat hij met dit soort thema's is hij bezig, dat houdt hem bezig. En dat verwerkt hij ook in zijn hele oeuvre. En daarom vind ik dit zelfportret zo bijzonder, omdat het niet gewoon sec een afbeelding is van zijn eigen tronie, maar het is ook een verwijzing naar iets wat misschien achter hem ligt, maar het kan ook een verwijzing zijn naar wat hij ooit zal gaan worden, zoals wij allemaal natuurlijk. Wat is zijn thema wat mij betreft? Dat is mensen in hun situatie, mensen in eenzaamheid, mensen in verdrukking, geïsoleerd levende mensen. Kijk naar al die dingen die hij gemaakt heeft naar aanleiding van de psychiatrische ziekenhuis. Dat is dat thema, ja. Mensen die duidelijk lijden aan het leven, die half verminkt zijn. Het zijn soms meer. Je moet soms, op sommige schilderijen moet je ook goed kijken hoe die ledematen in elkaar zitten. Ze zijn helemaal bijna vergroeid, ook bijna verkronkeld. Ik vind het wel ontluisterend. Ik vind het soms aangrijpend. Ik vind het ontledend vaak. Ik vind de manier waarop hij de tristesse van eenzame mensen in een inrichting schildert, vind ik van een grote, diepe, aangrijpende werkelijkheid. En dat is allemaal niet zo vrolijk. Maar ja, de hele wereld is niet vrolijk. Hoe zag het huis eruit? Ja, wat ik me kan herinneren. Er is een grote veranda voor. Waar je met een trap, een brede trap, eigenlijk zo naar boven ging. En dan een grote middenkamer. En aan de zijkanten de slaapkamers eigenlijk. En achter was een lange galerij, ook overdekt. En dan ging je naar de, ja, dat noemden wij dan de goedangs. Dat waren de ruimtes waar er was een badkamer en de kokkie had daar de keuken. En het was natuurlijk een hele grote voortuin. En dat grenste aan de koffieonderneming. En achter een grote moestuin, ja, waar een riviertje doorstroomde. Een klein beekje eigenlijk. En nou ja, daar speelden we altijd. Dat was ontzettend leuk, ja. Water altijd, hè? En stromend water. Dus. Is het nou voor jou ook een soort verloren wereld eigenlijk?
Ja, in zekere zin wel. Het, is, het komt eigenlijk. Door het zien komt het wel weer boven, bepaalde, zeker bepaalde dingen die, ja, die dan toch wel weer gevoelens wakker roepen. Hè? Ja, wat voor gevoelens zijn dat dan? Ja, iets van herkenning, denk ik. En ja, iets wat, iets wat voorbij is. Oh ja, dit ding was er vroeger ook. Nou, we hadden natuurlijk een dienstmeisje, dat had iedereen daar eigenlijk, die voor de kinderen dan, een kindermeisje. En die had altijd hele leuke ideeën, dus dat maakte ze van de twijgjes van een blad, daar zat dan de steel aan. En van die stelen, dat wisten ze zo in elkaar, dat ze daar een molentje van maakten. En dat werd dan in het water gelegd en dan ging dat draaien, omdat het beekje natuurlijk stroomde. Nou ja, dat soort dingen. Tsukemi, dat was de huisknecht eigenlijk. Die maakte prachtige vliegers voor mij. En dat vond ik altijd schitterend. Hij kwam altijd, eens in zoveel tijd kwam hij met een hele mooie vlieger aanzetten. En daar waren ze heel knap in. Want er werd ontzettend door die inlanders gevliegerd. Hè? Heel veel. Dat vond ik altijd heel mooi. Als kind was je natuurlijk zo vrij als een vogeltje in de lucht. Hè? Dat, iedere dag spelen. Dus. Het was natuurlijk in die zin een voor de kamptijd een hele mooie jeugd. En dat is natuurlijk ook het schrille, dat als je dan als kind van 6, 7 opeens daar uitgerukt wordt, dat als die oorlog komt en de Japanners je in kampen gaan stoppen, ja, dan wordt je leven wordt totaal overhoop gehaald. Vader verdwijnt naar de Burma-spoorlijn, komt ook niet meer terug. En hij zit met moeder en zusjes in het kamp. Ja, hier kan ik me zeker iets van herinneren. Die groene, daar heb ik nogal eens tekeningetjes. En mocht ik wat waterverf lenen in het kamp van een vrouw die naast ons sliep en die schilderes was. En daar heb ik een heleboel van die torretjes op blaadjes papier uitgetekend en later ingekleurd. Ja, daar is nooit meer iets van overgebleven, want dat is allemaal weggeraakt in de kamptijd. Ik heb het altijd heerlijk gevonden om te tekenen. Dus op de een of andere manier was dat een mogelijkheid om, om heel dicht bij jezelf te zijn, geloof ik. En in zekere zin is dat natuurlijk eigenlijk altijd gebleven. Ja. Een soort eigen wereld scheppen, geloof ik. Wat ik het belangrijkste hiervan in vind, zijn toch die twee tekeningen van het kamp. Ja. Dat achteraanzicht en het vooraanzicht. En ja, dat vooraanzicht, ja, dat was misschien wel het verlangen er eens uit te komen, geloof ik. Want... Je keek wel altijd natuurlijk op die poort, ja, die altijd gesloten was. In het leven, in het gewoon dagelijks leven, ja, ben ik daar verder niet zo mee bezig. Maar zodra op de een of andere manier dat weer boven komt, is het net een of ander wondje die open gaat. Ja. En dat wil je liever vermijden? Dat is... Kijk, dat is voor jezelf, hè. Dat soort dingen. Mm.
Als je terugkijkt, begrijp je soms niet dat je er allemaal doorheen bent gekomen. We hebben onder de Japanners ontzettend honger geleden. Honderden zijn erheen gegaan. Alleen door ondervoeding en ontzetting was het. We moesten in twee lange rijen gaan staan als er mensen begraven werden. Soms kwamen er 4, 5 kisten tegelijk voorbij. Je realiseerde het je op het laatst niet meer, hoor. Het ging allemaal langs je heen. Gelukkig ook maar, anders had je het niet volgehouden. Al die angsten die je uitstond om je kinderen. Met huiszoekingen, pesterijen van de diverse Jappen-commandanten. Wanneer zullen we elkaar toch ooit terugzien, Lou? Lieverd, we verlangen alle 4 zo naar je. De kinderen hebben het steeds over je. Dit zullen ze je laten zien. En dat zullen ze papa vertellen. En als papa thuis komt, gaan we samen dit of dat kopen. Ja, wanneer zal dat zijn? We snakken naar bericht van je. Dag, lieverd. 1000 omhelzingen van ons 4'tjes. Wat is dit? Dit zijn aangrijpende brieven die Alfreds moeder schreef in de tijd toen ze in het kamp zat en eigenlijk nog niet wist of haar man leefde of nog in leven was. En die hebben ze bewaard. Nou, het is eigenlijk onvoorstelbaar wat zij heeft moeten doorstaan. Hoe lang heeft dat geduurd, die tijd van onze... Nou, ik geloof wel een half jaar dat ze in spanning zat of haar man nu wel of niet in leven was. En ook door die wisselingen en veranderingen van naam. Want er waren meerdere Hafkescheids in die tijd die in het kamp zaten. En ze wist dus niet of het haar man betrof of dat het iemand anders was. Mijn moeder heeft hem verschillende keren nog gezien. Dat hij met auto's ergens naartoe gebracht werd en daar dan aan de wegen moest werken bijvoorbeeld. Maar ja, korte tijd daarna is hij helemaal verdwenen. En dat bleek later dan ook dat hij naar Burma was gestuurd. Ja. Eerst natuurlijk met de boot en later met auto's naar de plekken waar ze die spoorlijn aanlegden. Hè. Liefste, dit wordt de 5e brief. Nog steeds niets van jou. Als ik toch eerst maar eens iets van je hoorde en wist of je gezond was. Zullen we nog samen naar Holland gaan? En krijg je deze brieven wel? Of schrijf ik alles voor niets? Maar er komt ook niets terug. Nee, dit is geen toestand. 4 maanden na de vrede en nog nooit iets gehoord. Het is ontzettend. Het is natuurlijk heel aangrijpend dat ze iets schrijft. Helemaal de situatie hoe die is. En tegelijkertijd weet je nu dat het eigenlijk allemaal al voorbij is. Want hij is in die tijd, leefde hij al lang niet meer. En dat maakt het extra wrang. Dus ik heb wel van een vriend van hem gehoord, die die hem begraven heeft ook. Dat hij toen op een gegeven moment zo ernstig ziek was. Dat hij op een vlot naar het hoofdkamp eigenlijk is afgezakt. En daar hebben ze hem toen opgevangen. En nou ja, een paar dagen later is hij ook gestorven. Ja. Al die mensen zitten ook opgesloten. Je kan niet voorstellen dat die zo naar buiten kunnen lopen. Ze zijn ook vaak half naakt. Ze zijn berooid. Verminkt. Nou, ja, het is heel extreem. Hij heeft het wel in extreme vorm uitgebeeld. Maar het is mij te gemakkelijk om alles te projecteren op dat oorlogsverleden. Want het barst van schilders die zulke sombere dingen maken en geen oorlogsverleden hebben. En het barst van schilders met een oorlogsverleden die fluitend in hun schilderijen door de wereld gaan. Er is veel meer mogelijk. En er is veel meer ruimte dan alleen die opvatting. Alles is gestempeld
door dat oorlogsverleden. Nee, dit is me te erg. Hier kan ik niks over zeggen dan alleen maar verschrikkelijk. Ik geloof dat ik me daarvoor afsluit. Dat er dingen zijn waarvan ik denk, dat heb ik op televisie ook wel, dan denk ik, nee, dat wil ik niet zien. Maar het is wel een realiteit. Ik heb dat gevoel erbij, omdat die mensfiguur die ik hier toch telkens weer in meen te herkennen, die heel mooi rond is, waar die spiegel bijna nog scherper van wordt, daar zou je aan kunnen snijden. Maar die mens heeft hele ronde, zachte contouren, maar ook hele gesloten contouren. Dit lichaam heeft nergens een opening waar je er even in kunt kruipen. Geen ogen, geen oren, geen mond, geen hand die tegemoet komt. Dus volgens mij een zeer introvert mens. Ja. Wie zijn deze mensen? Leven ze? Zijn ze dood? Wat heeft dit met de oorlog te maken? Want je hebt natuurlijk een enorme... Het reservoir van je geheugen, het reservoir van je herinnering, daar staan ook allemaal beelden in die je zelf niet hebt meegemaakt. Maar die plaatjes, die afschuwelijke plaatjes, ken je. En dat roept herkenning op. Dus de vraag is van, wat heeft Hafkenscheid meegemaakt? Wat moet hij voelen? Of wat gaat er door hem heen? Wat roept de wereld, het leven in hem op, dat hij dit soort schilderijen maakt? En die antwoorden kan alleen Alfred kan er antwoord op geven, ik niet. Ja, dat is natuurlijk de hele zaak, hè? Dat je, wat je doet of wat je schildert, dat degene die ernaar kijkt uit zijn reservoir moet putten, hè? De dingen moet herkennen. Het is vaak natuurlijk zo, mensen die het niet herkennen, of die lopen ook vrij gauw weer langs, omdat ze er niets mee kunnen. En... alleen al zo'n vraag is er natuurlijk al bij hem het nodige, wat, ja, hij heeft een soort arsenaal ook in zich, hè, waar hij uit kan putten en waar hij de dingen uit kan vergelijken met het beeld wat hij ziet, het schilderij dan. En ja, dat is eigenlijk een hele fascinerende wisselwerking tussen schilderij en kijker eigenlijk. En zo moet het eigenlijk ook, ja. Dus hij duidt eigenlijk net een heel essentieel punt aan ook. Wat bezielt een kunstenaar om dat soort beelden op doek te zetten? Verklaar u nader. Zeg mij, waar komt het vandaan? Wat wil u mij ermee zeggen? En welk verhaal heb je te vertellen? En ja, met deze beelden, ja, dat kan ik. Ja, dat is zo confronterend. Daar kijk je liever weg dan dat je ernaar kijkt. Ja, aan de ene kant, want hij zegt, ja, wat moet die man ermee of zo. Hè? Dus hij legt het bij mij neer, maar ik kan natuurlijk net zo goed kunnen het omkeren. Hè? En het bij hem neerleggen, zo van, ja, wat... nou ja, waarom kun je er niets mee? Hè? Want er zijn anderen die er wel wat mee kunnen. En ik geloof absoluut dat kunst veel meer is dan louter schoonheid. Daar geloof ik niet in. Schoonheid, dat is ongelooflijk saai en ongelooflijk vervelend. Maar ja, zo afschuwelijk en gruwelijk hoeft het nou ook weer niet, denk je bij jezelf. En... Nee, nou ja, goed. Voor mij is, ja, de schoonheid vaak ook wel wat anders. Ja. Het grote verdriet, of dat is ook een vorm van schoonheid voor mij. Alles wat emoties, wat hele wezenlijke dingen oproept. Hè? Dat kan het zo, ook als je natuurlijk met hele mooie dingen geconfronteerd wordt. Kan dat ook een enorme emotie oproepen. Hè? Dus, dat is allemaal, behoort toch wel tot het gebied van de schoonheid. Tenminste voor mij wel. Heeft het vrij laat ontdekt,
Maar ik weet wel, daar heb ik wel eens met hem over gesproken. Dat was een bominslag gelijk. Want daarin vond hij... Ja, hoe moet je dat nou zeggen? De dichter die zegt, nauwelijks had ik dit gelezen... of het was alsof ik vleugels had. Dingen die onzegbaar zijn of die... waarvan je niks weet... door hetzij interne, hetzij externe dingen... komen ineens goed te vallen, hè? En dat was bij die ontdekking van Bacon... was dat bij Alfred het geval. Even wel eens gezegd, daar vond ik een uitdrukkingsmogelijkheid voor wat ik voelde. Nou, kijk eens aan. Dit geval heb ik al eens eerder gezien in het Stedelijk Museum. Nou, dat past er precies bij, ja. Bij zijn werk. Dat is wel helemaal iets van hem. Best gruwelijk. Kijk, dat is naar aanleiding van de fotograaf... Muybridge. Nou, hij heeft het eigenlijk heel raak en direct opgezet. Ja. Maar niet lang over na hoeven denken. Niet een lijn of zo. Hij schildert ook natuurlijk niet direct dat onderwerp of dat geval, maar veel meer de geest die erachter zit. Wat is het? Hij intensiveert eigenlijk de gedachtenwereld ervan op een hele sterke manier. En dat is eigenlijk het beeld wat het ook weer oproept. En ja, daar heb ik wel veel, op een bepaalde manier veel verwantschap mee. Elementen van overgenomen, dat zeker. Hij gebruikt wel de attributen van Bacon. Die gekke matrassen, kooien, draadsfiguren... waarbinnen zich dingen afspelen, gesloten zaken, draaitoneeltjes. Dat soort dingen. Wasbakken van Bacon, die gebruikt hij wel. Maar ik kan niet zeggen dat daarin Bacon te zien is aan het eind van de rit. Bacon is hard en Bacon is genadeloos over de medemens. Nou... Je kunt van Alfred niet zeggen dat hij genadeloos is over de medemens. Hij heeft dat dus op een of andere manier geadapteerd. Is dat een soort ijsbeer? Wordt dat, Nee, het is een kop. Oh ja, nu zie ik het pas. Ja, dat is waar. Of een soort stellage met mensen eronder. Ja, dit soort beelden spreken mij erg aan. Dat is het, wat ik ook wel die foto's vind. Ja, nee, maar die lopende mensen, die kolonnes, mensen die eigenlijk in zo'n straat maar heen en weer bewegen of maar lopen. Hè. Maar dan zo'n beeld erbij, dat is weer zo totaal anders, vind ik. Als je zo'n kop daarbij ziet. Ja, oh ja. Dat het zou trekt het naar het abstracte toe. Het zou iets met een oorlog te maken kunnen hebben. Het geeft niet een positief beeld van de mens weer. Nee, maar goed, hij was ook een nihilist. Ja. Dat vraag ik me ook al af, die gedachtenwereld. Raak je dit nou ook? Raak je dit? De vormen wel, ja. Het is afschuwelijk. Ja. Het stoot me zelfs enorm af. Ja? Nee, dat kan ik niet zeggen. Want wat wil iemand nou hiermee zeggen, vraag ik me af. Ja, de gruwelijkheid. Nou ja, precies. Nou, moet je dat, het is aan de orde van de dag, hè. Moet je dat op die manier verbeelden? Ik wil nog een keer zien draaien. Alfred, kom op. Ja, kijk eventjes hier. Nou, ik bedoel, ik krijg geen tand meer op, dit. Nou, ik weet het niet. Dat moet je wakker maken, denk ik. In veel opzicht. Kijk, dat is natuurlijk met dit soort beelden ook. Het is natuurlijk de verwondingen die mensen oplopen in het leven. En dat is niet alleen natuurlijk lichamelijk.
Wat is dat voor wezen op de achtergrond? Ja, het zou een soort engel kunnen zijn van een soort doodsengel of zo. Iets wat in elk geval iets moet voorstellen wat waar een zeker iets van angst vanuit moet gaan. Ja. Ik heb dit beeld naar aanleiding van een foto die ik ergens tegenkwam. En dat was naar aanleiding weer van die ramp in Japan. Waar mensen in dit soort tonnetjes zaten en zich wasten. En de kwalijke stoffen dus die ze hebben opgedaan afwassen eigenlijk. Hè. Ik denk dat er, anders dan bij Beken, wel compassie zit in dat werk. Dat ondanks al die verschrikkelijke dingen die er te zien is, er een richting is waarin je zou kunnen denken bij hen. Als ik zie die mensen die schildert in zo'n inrichting, ja, dan voel ik daar meedogen. Meer dan ontleden van verschrikkelijke dingen. Ja, hij doet dat heel perfect, maar ik voel daar wel meedogen in. En een soort medemenselijkheid. En die abstractie, in die abstracte zin, denk ik dat dat werk veel bewogener en gerichter is op dit soort dingen dan je in eerste instantie zou denken. Je bent natuurlijk met hun lot begaan. Het is natuurlijk heel erg dat je eigenlijk op de hielen gezeten wordt door de dood zonder dat je nog iets merkt. Hè? Want het is natuurlijk een iets wat langzaam, het is een soort sluipmoordenaar, hè? Die langzaam je lichaam aantast. En waar je van het begin nog niets merkt. En dat is natuurlijk eigenlijk het meest afschuwelijke, ja. Alfred is geen schilder van kampherinneringen. Want dan kun je spleetogen maken en potjes schilderen en dat soort dingen. Maar Alfred is een schilder met kampervaringen en kampherinneringen. En dat is heel wat anders. Ik heb er eigenlijk ook nooit zo naar getaald om dit op de een of andere manier. Je kan op allerlei manieren misschien hier afkomen. Met gesprekken, met psychiater of iets dergelijks. Maar dat heb ik eigenlijk nooit zo aangedurfd ook. En ik kan het op deze manier hanteren. En vooral als het ook zijn goede kanten heeft. Zijn productieve kanten, zal ik maar zeggen. Hè. Maar je zou het niet kwijt willen? Nee, want ik kan het hanteren. Hè. Op de ene manier kan ik er toch mee werken. Dat vind ik wel. In die zin heb ik er geen last van. Eigenlijk alleen maar het intensiveert me. Het is een intenser beleven van helemaal van het leven, vind ik.